Zoom, zoom. Hey, lieve kids. Wat leuk dat jullie er weer zijn. Vandaag was weer een hele bijzondere dag. Ik heb enorm veel meegemaakt. En dat staat allemaal hier in mijn dagboek. Kijken jullie mee? Hey, daar is Bibi. Bibi erbij. Hey, daar is Bibi. Kom maar lekker bij. Bibi, 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 Bibi. Bibi erbij. Hey, ik ben Bibi. Bibi erbij. Hey, ik ben Bibi. Kom maar lekker bij. Bibi. Vandaag was een hele leuke dag. Ik liet Bo mijn dierenverzameling zien en ik wilde wel eens weten of Bo wel alle dieren wist. Ga naar Babbeltje, doe je reetje dans, we gaan naar Babbeltje. Kijk met mijn handen die kansen, hallo Bibi, hier ben ik dan. Wow, Bo, wat heb jij een stoere pet op zeg. Ja, stoer hè. Deze pet is bijna net zo stoer als die pet van Cas de Reentje. Oh, ik heb alle afleveringen gezien op zijn YouTube kanaal. En ik weet nu echt alles van de dieren. Ja, oh, die kijk ik ook altijd. Die zijn zo leuk. Oh, en je kan er een hoop van leren. Maar, Bo, weet jij eigenlijk wel alles van dieren? Ja, echt waar. Roep iets en ik weet het. Oeh, dan heb ik een leuk idee, Bo. Wacht even, ik ben zo weer terug. Nee, maar... Ja. Nou. Wacht, ik ben wel heel benieuwd wat Bibi gaat doen. Hoe ging de dansje ook alweer? We gaan op avontuur. Doe de reetje dans, we gaan op avontuur. Grijp met beide handen die kans in de... Hey! Ik ben weer terug! Kijk eens wat ik bij me heb. Wow. Wat is het? Wat heb je bij je? Oh, dit is mijn dierenplaatjesverzameling. Ik spaar ze allemaal van die leuke plaatjes van de dieren, weet je wel. Kijk, dit is een leeuw en ik heb hier een giraf. Oh, kijk hier, een zure haring. Een zure haring? Nee, wow, dat is een dolfijn. Sorry. Ik weet iets leuks. Ik wijs een dierenplaatje aan en dan moet jij het geluid maken van het dier wat op het plaatje staat. Wow, dat is leuk. Oh, en daar ben ik heel goed in. Oké, Ranger Bro, ben je er klaar voor? Zeker te weten. Daar gaan we dan. Plaatje nummer 1. Het hondje. Het hondje doet piep, piep, piep. Oh, sorry, Bo. Maar dat zegt een hond toch helemaal niet? Een hondje zegt toch waf, waf, waf. Dat noem je blaffen. Kom. We gaan snel verder naar het volgende dier. Oké. Welk geluid maakt de koe? Boe! Jeetje, Bo. Waarom doe je dat nou? Nou, de koe zegt boe. Dat weet ik echt 100% zeker. Ja, dat is waar. Maar de koe doet het wel ietsjes langzamer, hè. De koe die doet... Oeh. Dat heet loeien. Oké. Het volgende dierenplaatje. Wat maakt dat voor geluid? De poes. Dit is een hele lastige. Kom op, Bo. Je weet toch wel wat een geluid voor poes maakt? Kwek, kwek, kwek. Nee, Bo, dat is een eend. Een eend? Nee hoor. Want een eend zegt... Miauw. Nee, Bo. Het is precies andersom. Een poes doet miauw. En een eend doet kwak. En... Oké, nog eentje. Wat doet een kip? Die legt eieren. Ja, Bo, maar wat voor geluid maakt een kip? Een kip die zegt tok. Tok, tok, tok. Tok? Loopt die kip dan met zijn snavel tegen een boom of zo? Nee, Bo, tok zegt de kip, ook wel kakelen genoemd. O,
Oh, maar oh, dat weet ik zeker welk geluid dat maakt. Kijk, dit is een plaatje van een leeuw. Nou, wat dan? Nou, ja, dat heet brullen. Brullen doet de leeuw. Oh, heel goed, Bo. Maar een echte leeuw doet dat veel harder. Want zo worden alle dieren bang voor hem. Ja hoor. Ik word echt niet bang van een leeuwtje hoor. Nee. Ik ben net zo dapper als Kasdereetje. Die is ook voor niets en niemand bang. Hij heeft zelfs een haai gevoerd. En weet je wat? Mami. Zo, was ik een enge leeuw of was ik een enge leeuw? Maar Bo weet nu wel veel meer van dieren en welke geluiden ze maken. Oh, ik heb vandaag een hele leuke dag gehad. Ik ga nu lekker slapen en dromen over deze leuke dag. Vergeet je niet te abonneren op mijn kanaal en druk op belletje, want dan mis je nooit meer een video. Tot de volgende keer! Doem doem! Hey, daar is Bibi, Bibi erbij.